Hallo en welkom bij de video voor het pakket Storybook Gnomes en Santa's Express. Het tweede pakket van de kerstpakketten en er komt nog een derde aan volgende week. Want dan ben ik terug van onstage en dan kan de rest gedaan worden. Deze week is het onstage week, maar ook alle drie de video's met de Storybook Gnomes en de Santa Express, die komen online. En wat zit er zo al in je pakket? Nou, dat ga ik even laten zien. Kijk, dit mooie designpapier. En dit is het designpapier van de Gnomes. De Gnomes. Heel leuk, gezellig designpapier. En dan ga ik deze gelijk even apart houden. En deze ga ik even apart houden. Daar vertel ik straks wat meer over. Dit is ook een prachtige. Daar zou je 4 kaarten mee kunnen maken. 4 slimline kaartjes. En dan gaan we door. Dit is het Santa Express papier. Ook lekker kleurrijk. Superleuk. Dit is er ook weer een die ik apart gehouden. Dit is er een die ik apart gehouden. En dit is er een die ik apart gehouden, want daar vertel ik zo wat meer over. Die leggen we even aan de kant. Uiteraard zitten er 9 enveloppen bij je pakket. 5 stuks basic white. Een pakketje met embellishment en daar zitten dus de enveloppen bij in. En dan zitten er in het pakket standaard halve velle papier, omdat het enorm veel kleuren zijn bij deze twee. Je kon ook gewoon hele vellen erbij bestellen. Dat kostte €2,50 extra. Het pakket zelf is €19,50. Exclusief verzenden. Bestel je er nog extra papier bij, wordt die dus €22. En daar komen de verzendkosten dan nog bij. Alle pakketten blijven te bestellen tot en met 1 december. Dan zit erin. Pacific Point, Balmy Blue, Pool Party, Bermuda Bay, Peel Papaya, Mint Macaron, Shaded Spruce, Granny Apple Green, Evening Evergreen, Battle Pink en in ieder pakket zit een heel veel Poppy Parade. Want de Poppy Parade komt gewoon in allebei de kleurlijnen voor. Dus die zitten in beide pakketten. Ik ga dit even aan de kant leggen. Aan de kant gelegd. En dan ga ik even vertellen over deze. De Santa's. De trein. De locomotief. En deze heb je nodig om uit te knippen. Dat geldt ook voor de gnomes en de paddenstoelen. Om in het papier te gaan knippen. De rest kun je gewoon beide zijden gebruiken. En we gaan gewoon beginnen met kaartje nummer 1. Dan wordt het wel duidelijk waarom ik dit zeg. Ik zet even mijn switcher recht. En kaartje nummer 1 is met mijn lievelingskleur, of tenminste één van mijn lievelingskleuren gemaakt. Het Bermuda Bay. Bermuda Bay op basic white en dan wat leuke designpapier erbij. In dit geval heb ik de knoopjes en de paddenstoel gestempeld en uitgestanst. Dit is uitgestanst, die vind je ook wit in je pakket. Dan kun je ervoor kiezen om gnomes uit te gaan knippen. Of je kunt ervoor kiezen om ze in te gaan tekenen en te kleuren. Misschien heb je de stempelset. Dan kun je de stempelset gebruiken. We gaan hem gewoon even opbouwen, het kaartje. Dan pak ik alle strepen bij. Hop, hop, hop. Dit moet er ook even uit. Blijf hier even zitten. Kom, kom. Ja. Buitengewoon. Dus ik heb ze ook allemaal al gekleurd. De kleine gnoem. Het grasje. De paddenstoel. Nog een paddenstoeltje. En nog een paddenstoeltje. Die heb je straks ook nodig. Nog een gnoem. Een gnoem. En een paddenstoel. 3 gnoempjes. Een paddenstoel. En wat kleine paddenstoeltjes. Een basis in het basic white en die gaan we straks kapot snijden. En we beginnen met de basis. En de basis is 14,5 bij 21 en die reel je op 5,2.
5,2 en 10,5. Op de lange kant. Dus met de lange kant tegen de aanslag van je snijrailmachine aan. Dat is de basis. That's all. Dan ga je het DSP op maat snijden. En je hebt deze lange band nodig. Dus ik heb een stukje nodig van 21. Dus deze kant 21 bij 3,5 centimeter. En die snij ik even aan die kant. Want dan kan ik hem mooi op 3,5 aanleggen. Dat snij je als eerst. En pas daarna ga je die mat snijden. Want daar heb je voor nodig 14 bij 4,8. Twee keer. En dan zie je dat moeder B al bijna op is. Want wat je overhoudt is dit. Dit hou je over van een halve bij moeder B. Daar kun je natuurlijk nogal wat mee doen. Dus als je de halve vellen... Ik heb daar echt rekening mee gehouden met het maken van de kaarten. Dat je die halve vellen hebt. Nou heb ik deze op 5 centimeter gesneden. Dus die moet ik even iets smaller gaan maken. Die zijn 14 of 13,5 bij 4,4. En ik heb ze op 5 gesneden. Dus moet even wat smaller gemaakt worden. En deze maak ik ook 4,4. Dan zijn die matjes allemaal klaar. En de bellyband is klaar. Nou vergeet ik die strook bij moeder B. Die vergeet ik te rillen. En die moet je rillen op 10,5. Bij en 15,3 centimeter. 15,1,2,3. Dan heb je hem precies tegengesteld aan je kaart. En die vouw je één keer zo. En één keer de andere kant op. Dan krijg je dus die Z erin. Ja, het snijwerk is klaar. Dus die kan aan de kant. Die kunnen allemaal op elkaar geplakt worden. En deze moet ook nog even gevouwen worden. Het brede deel wordt het binnendeel van de kaart. Dus dat... Die gaat dan gewoon eerst even dubbel. En dan de andere flap gaat weer naar buiten. En dan is de basis van de kaart ook klaar. Zo. En hier komt de mat. En hier komt de mat. Dus eigenlijk min of meer komt alles aan de binnenkant van je kaart. Dus deze kant blijft helemaal wit. Die matjes plak je even op elkaar en daarna gaan ze op de basis. Zo. Die zit erop. En dan gaat die band erin. En die gaat precies tegengesteld aan de andere Z-fold. Dus deze komt zo op de kaart. En dan meten we even op hoe ver we hem van onderen doen. Want dan kunnen we het mooi een beetje in de gaten houden. Ik wil hem op 3,5 centimeter van onder hebben. Dus hier. En dat kan ik dan straks aan de andere kant ook doen. En je lijmt alleen dat korte stukje vast. De rest laat je nog even los. Dus die lijm je op die 3,5 centimeter tegen de zijkant aan. Dus tegen de... tegen de zijkant aan. Ik zeg het gewoon goed. Tegen de buitenkant van de kaart. En zo recht mogelijk uiteraard. Scheef. En dan doe je dat ook met dit stukje. En die gaan we ook op 3,5 centimeter lijmen. Dus ook hier 3,5 vanaf de onderkant. En dan doe je wat lijm op smeren. En dan zet je hem op vast. Hup, jij even weg. Hier wat lijm op. Niet te veel. Niet te weinig. Gewoon netjes erop gesmeerd. En dan kun je hiervoor kiezen om hem op de mat te houden of helemaal tegen de buitenkant aan te schuiven. Ik ga op de mat. Vind ik eigenlijk wel mooier. En het is maar een halve centimeter dus. En dan komt hier een gnoom.
En ik denk dat ik hem gewoon helemaal hetzelfde patroontje als deze aanhoud. Dus dan plak ik die met het lampje hier achter. En dan kun je ervoor kiezen om ze verhoogd op te plakken. Ik doe ze gewoon met lijm op de bellyband zetten, op die band zetten. En dan komt de paddenstoel hier ongeveer. Die hoeft ook alleen op die onderkant vastgeplakt te worden. Een beetje hierheen. Nog ietsje oversteken. Deze meneer heeft geen zin om weg te gaan van huis, dus die gaat lekker bij zijn huisje staan. En het ondeugende kleine knoompje. Deze is zo leuk. Die is echt een beetje ondeugend. Zit hier net onder dat voetje vandaan te kijken. Echt schattig. Die is voor deze kant. En dan houden we de paddenstoeltjes nog over. De kleine paddenstoeltjes en het grasje. Daar ga ik even bloedrotjes voor gebruiken zo meteen. Omdat ik dat gewoon lekker makkelijk vind. Dus dan doe ik onder de hoedjes van de paddenstoel even een bloedrot. Hier. En hier. Daar druk ik zo die steeltjes van die paddenstoel in. Met het smalle gedeelte. Zo. En dat doe ik ook met deze. Dan zitten ze gelijk goed vast. En dan kunnen ze op de kaart gezet worden naast het huisje. Oh. Ik moet niet gaan gooien met mijn lijn. En daar komt het gras straks nog wat overheen te zitten. En dan heb je een superleuk gnomkaartje. En die gnoms gaan gewoon jouw bekenden of vrienden de beste wensen geven. Want er komt natuurlijk ook nog een tekst op. Zo, hier zet ik ook eventjes bloedrots onder. Dan gaat hij mooi over die steel heen vallen. Dat doe ik met dubbelen. Natuurlijk kun je dit ook gewoon met lijm of met dimensionals doen. Maar ik vind bloedrotjes gewoon wel heel makkelijk werken. Zo. Die zetten we zo erop. Dan komt er nog een tekstje in. In het Bermuda Bay uiteraard. Moet ik wel even een goede stempeninktpad pakken. Ik heb hier een hele stapel met kleuren staan. Zo. Dan pakken we de stempelset er even bij. Want die tekst komt gewoon uit. Kindness Gnomes. Hier. Merry Christmas and Happy New Year. En hij is zo leuk. Natuurlijk niet zitten wachten op wat anders. Dus komt hier gewoon onder. En dan heb je een kaartje klaar. Het eerste kaartje uit het Gnomes pakketje. Of het Gnomes, of het, ik heb geen idee eigenlijk hoe je het uitspreekt. Daar zijn ze. Bijna hetzelfde, maar net een tikje anders. Ik heb deze genoomtjes allemaal net even wat meer kleur gegeven als die. Gaan we door naar kaartje nummer 2. En dat is een lekker felblauw kaartje. Pacific Point. En die gaan we dus echt bijna helemaal met designpapier maken. Daar heb ik heel veel designpapier voor gebruikt. De sterren zijn uit designpapier geknipt. En de gnomes heb ik, de gnoom en de paddenstoel heb ik uitgestanst. Dit zit in je pakket en het venomcirkeltje zit in je pakket. En de rest gaan we gewoon snijden. Dus, wat heb je nodig? Een basiskaart van 21 bij 14,5 en die ril je op 10,5. Vouw je dubbel. Ik heb twee witte matten gesneden. Eentje voor de binnenkant
En eentje voor de buitenkant. En eentje voor die kaart. En dan hebben we die sterren. Deze zou je ook kunnen gebruiken. Dit is ook een mooie. Dan hebben we die achterkantjes. Die plak je op die witte mat. Deze is overigens 13,5 bij 9,5. Oh, dat is scheef. Hij moet wel recht natuurlijk. Deze komt op de voorkant van de kaart. Zo. En het wordt een kaartje in landscape. Nou heb ik hier nogal gesmeerd met de lijm. Dus dat ga ik even wat voorzichtiger doen. Zodat het niet onder die paddenstoel vandaan komt. Want dat vind ik toch wel een naar gezicht met dat vellum. Als je het gaat zien. Dus zorg dat de lijm onder je paddenstoel blijft. De paddenstoel komt uit het designpapier. En is, ik zal het even laten zien, uitgestanst met de bijpassende stansen. En dat geldt ook voor die gnoom. Even kijken, je kunt er twee uitstansen, een grote en een kleintje. Dit is die grote. En dit is de paddenstoel. Die passen keurig. En dit is het kleintje. De sterretjes heb ik uitgeknipt. En dit is gewoon een stukje uit een stukje basic white gestanst. Dus, maar ze zijn ook prima te knippen hoor. De paddenstoelen en de gnoems. Dat is ook heel goed te doen. Dus. Hier is weglaan. Dan kan dit verhoogd op dimensionals op de kaart. Natuurlijk het kleintje weer te pakken. Ja, het is moeilijk kiezen, want de achterkant van die paddenstoelen zijn ook heel leuk. Maar die zie je straks nog een keertje terugkomen in een van de laatste kaarten volgens mij. Dat komt goed. Zo. Daar halen we die achterkantjes vanaf. En dan moet hij over die lijnvlek heen komen. Dus daar moet ik even goed op letten. Dat hij daar overheen gaat vallen. Ja, zo is het goed. Dan zien we hem niet. Dan krijgt deze aan deze kant nog wat dimensionals. Nog een keer goed kijken. Ik had het aan de goede kant doen. Ja, aan deze kant. En de andere kant een klein beetje lijm. En die plakken we op de paddenstoel een beetje. Half over de paddenstoel heen. Hier een klein beetje lijm. En hoppatoets. Dan hebben we de sterretjes nog. Die heb ik deels verhoogd en deels gewoon zo vastzitten. En nou heb ik ander embellishment als jullie. Want ik was een beetje door het embellishment heen. En ik had die sterren sowieso nog. Dus ik dacht, nou die ga ik ook maar even opmaken. En die zijn ook wel leuk erbij. Die zijn mooi te combineren met dit setje. Volgens mij horen ze er ook bij, maar weet niet heel zeker.
Ik heb gekozen voor embellishment wat bij beide sets paste namelijk. Daar passen sterren eigenlijk overal bij. Kijk, en dit is, zijn meekleurende sterretjes. Altijd leuk. Pakken er daarin. We pakken er daarin. En daarin. Daarin. En een grote. Deze ster. Nou, dan denk ik dat we nog wel een tekstje kunnen stempelen. You know me so well. Nee, you know me so well. You know me so well. En hier heb ik hem in het Pool Party gestempeld. Ik ga hem nu in het Pacific Point stempelen. Dus kijken hoe dat uitkomt. Helemaal ook. En die mag gewoon opgelijmd worden. Op het kaartje. Nou, dan kunnen we aan de binnenkant nog een ondeugend knoopje neerzetten. Echt. Zo. Daar pakken we er een bij. Ik heb een rechter erop staan. Die meneer met de lantaarn, die vind ik wel ook wel heel schattig. Die mag hier aan de binnenkant en die doe ik ook gewoon in het Pacific Point. Dan kun je hem altijd nog inkleuren. Ik laat hem lekker even zo. Dan hadden we volgens mij ook nog ergens een envelop. En daar zet ik dan weer een ander op. Eentje die recht vooruit kijkt of zo. De jonge dame. Wat ook, die zit erbij. Nou, als dat geen mooi setje wordt. Hij is leuk hoor. Die gaat hier aan de binnenkant. En klaar. Dat was kaartje nummer 2. Gaan we door naar nummertje 3. En nummer 3 hebben we in het Pool Party gemaakt. Oh kijk, ik had het er net over dat ze dus deze kaart waar dat andere rondje, waar ik uit designpapier een rondje gestampt. Hier heb ik een gnome opgestempeld. En volgens mij zit die los bij jullie in het pakket. En dit is de binnenkant van de kaart. Een hele smalle binnenkant, omdat je deze twee stukjes op elkaar plakt. Dat gaan we gelijk even doen. Je reelt de kaart op 10,5 centimeter. Sowieso. En op 7,5. Dan hebben we hem al klaar. Die rillijn, die trek je even na met je vouwlijn. Deze hoeft niet per se, maar zou je kunnen doen. Die hoeft niet zo heel erg hard. En dan laat je hem nog eventjes open. Ik zal ook gelijk laten zien dat ik dat foutje wel gemaakt heb, want hier aan de achterkant zit dat lint. En dat vind ik nou niet altijd een even fraai gezicht. Sorry. Deze heb ik het designpapier direct op de kaart gezet. Die maten staan ook zo in de werkbeschrijving. Maar je kunt er natuurlijk ook voor kiezen om een wit matje eronder te doen en daar een strookje designpapier op te plakken. Dan wordt die
kaart iets steviger. En het is gewoon... Ja, ik vind dat altijd wel mooi staan. Dus... En ik heb deze precies tegengesteld gedaan. Want ik heb hier met designpapier gewerkt op de voorkant. Want dat kan er namelijk ook. Daar kun je ook voor kiezen om een stukje designpapier uit te stansen. En de meeste van ons hebben wel ronde stansen of ronde ponsen. Dus daar kun je ook een ronde pons voor gebruiken. Dit zit in je pakket. En dit zit in je pakket. Die twee uitgestanste delen. En als je dan een stansje hebt wat hier precies in past, dan kun je mooi een stukje designpapier uitstansen. Of je gebruikt gewoon het genoompje. Maar ik vond het wel leuk om te laten zien dat het ook met DSP opgevuld kan worden. Zo, die laten we nog steeds even los. Dan pakken we de volgende mat. En die doen we niet met die kant, maar met deze kant opplakken. Even een opstaand randje wegstrijken. En dan wil ik hier nog een stukje lint omheen hebben. Met een strikje. Nou kun je dat op meerdere manieren doen. En wat ga ik doen? Ik ga lekker fake doen. Want ik plak hier het lint gewoon vast. Zodat hij niet zo'n hele dikke bobbel komt. En daarna ga ik hem hier aan de voorkant strikken. Dus ik pak even het lint erbij. Ik heb geen los stukjes meer liggen, geloof ik. Zo. Het is wel heel leuk lint. Trouwens. Of twine. Het is eigenlijk twine. Het is van dat iridescent spul, dus het glimt lekker. Het is echt een bling lintje. Nou, dan hebben we hier een stukje nodig. Ik doe gewoon even twee gelijke stukjes knippen ongeveer. Zoiets. Ja, dat is wel lang genoeg. Daar is mijn schaar. Zo. En dan zet ik hem hier aan de binnenkant middenop even vast. Met een plakbandje. Dan zit hij gelijk lekker stevig vast. Dus. En dat doe je ook met deze kant. Ik knip hem straks gewoon door midden, dus dat hij heel erg uitsteekt, dan moet je er niet te veel van aantrekken. Zo kun jij het dus ook doen, hè? Dan smeer je dit goed in met lijm. Zorg dat er geen plakband over je mat heen zit, waar straks je witte mat moet komen. En dit mag best wel een beetje lijm hebben, want het moet gewoon goed stevig op elkaar zitten zometeen. En dat lint moet eigenlijk een beetje plat gedrukt worden. Als het enigszins kan. Zo. Je vouwt hem gewoon dicht. Zo, op elkaar. Lekker even een paar keer flink met je vouwbeen eroverheen. Die goed stevig vast komt te zitten. En dan ga je hem hier gewoon lekker. Als je de strik bovenaan wil hebben, dan knip je hem bovenaan door midden. En daar gaan we gewoon even strikken. En het grote voordeel hiervan is dan dat je strik ook mee gaat lopen met de kaart. En niet te dwars overheen komt te zitten. Hoppatee.
die zit. En dan heb je geen hinderlijk lintje aan de achterkant zitten. Dat vind ik zo niet mooi. En dan heb je dit uit het pakket, die uit het pakket. Die onderste heb ik direct op de kaart gelijmd, deze. Dus die komt hier onder in de hoek. Ik heb hier dus een klein stukje uit designpapier gestanst. Een genomen met een hertje. En die plak ik op dat andere rondje. En dan heb ik eigenlijk een kaart alleen maar met designpapier. En het enige wat gestempeld wordt is de tekst. Nou weten jullie allemaal dat ik daar een beetje nekel aan heb. Want stempelen blijft toch gewoon nummer 1. Dus er gaat aan de binnenkant en op de envelop zeker nog gestempeld worden. Deze komt hierop. Nou, hij is wel schattig. Een klein strookje wit. Basic white. Overal strooien, alle overal restjes liggen, maar die had ik dan weer net niet. Ik denk dat ik hem gewoon lekker in het poolparty ga stempelen. Mint macaron is dit. Ja, hier het poolparty. Een tekstje. Warm wishes. Die doen we. Ik doe hier even een klein stukje een randje van afsnijden, want dit mag echt heel smal. Nou, ik denk een halve inch zo'n beetje. Daar red je het wel mee. Zo. Met gemak zelfs. Warm wishes. Dimensionals eronder. En als ik alleen was geweest nu, dan had ik hem nog smaller geknipt. Maar voor nu vind ik hem zo ook wel even goed. En dan zal ik ook laten zien dat je hem niet per se over dat randje in op te hoeft te zetten. Je kunt hem ook gewoon hup, hierboven zetten. Dan heb ik nog een matje nodig van, dit is 7,5 centimeter bij 14,5. Dus ik snij nog een matje van 7 bij 10. Zeven bij veertien. Die komt hier aan de binnenkant van de kaart. En daar komt gezellig die kleine genomen op. Gewoon omdat ik hem zo schattig vind. En die zet ik ook op de kaart, op de envelop. Dus die komt hierop. Yes. En een envelopje erbij. Daar komt de ander op. Dan is die weer mooi bijpassend. En dan hebben we de eerste drie kaarten bijna klaar. En de eerste drie kaarten zijn alle drie met de Kindest Gnomes gemaakt. Ik heb ze dit keer dus een beetje soort bij soort gehouden. Vond ik wel
overzichtelijk. Dan gaan we zo door met de volgende drie. En die ga ik maken met de Santa. Zo, dat is die. Een envelop erbij. En dat zijn de eerste drie kaartjes. Ik benoem ze. Deze hebben we gemaakt. Altijd leuk. En de donkerblauwe. De eerste drie van Storybook Gnomes en Santa's Express.